Anders Thorn is wereldberoemd in Zweden. En met name omdat hij het typisch Zweedse leven heeft verbeeld. Of wat wij denken dat dat typisch Zweedse leven is. We zien geitenhoedsters, vrouwen in midzomer dansen. En dat is allemaal vastgelegd in zijn schilderijen, zijn tekeningen, zijn aquarellen en zijn foto's. En dat kunt u zien in Anders Thorn, de Zweedse idylle. Het lijkt een monumentaal schilderij, maar eigenlijk is het een tekening. Een tekening in waterverf, want Anders Thorn was een virtuoos aquarellist. En dat is heel goed te zien op dit werk, ons dagelijks brood. We zien een oude vrouw die brood maakt in het veld. Je ziet hoe de blauwe aderen in haar handen staan. Je ziet zelfs de kleine rimpeltjes in haar gezicht. Terwijl hij in de rest van het schilderij heel erg de suggestie van velden heeft weten te maken. Met maar een paar streken, groen of geel of blauw. Dan hier die korenbloemen, ontzettend gedetailleerd weergegeven. En dat was ook de kracht van Thorn. Hij was een virtuoos schilder en een echte ambachtsman. Dit schilderij heet Middernacht, maar de kleuren zijn zo helder dat je bijna zou denken dat het middag is. Maar dit zijn de typisch Zweedse nachten, zoals Thorn die wilde vastleggen. En het typisch noordelijke licht in zo'n zomernacht. Thorn was geen impressionist zoals Claude Monet, maar hij was wel gefascineerd door dat licht. En wat hij hier heel slim doet, is een typisch Zweeds onderwerp en de typisch Zweedse atmosfeer vertalen in een idioom waar ze heel erg van hielden in Frankrijk, namelijk dat idioom van het Franse impressionisme. Met heldere kleuren en een heel losse penseelstreek is het neergezet en daarmee wist hij zich heel goed te verkopen in Parijs. Met dit soort schilderijen, naakte baatsters in de natuur, beleeft Thorn zijn doorbraak. Het is nieuw en modern, want normaal gesproken zijn naakten altijd geïdealiseerde godinnen of nymfen. En dit zijn gewoon normale, blote vrouwen in natuurlijke poses. Dat was iets waar Thorn echt zijn doorbraak mee beleefde en ook dat genre mee wist te vernieuwen. Maar later schildert Thorn nog veel meer naakt met een heel andere sfeer. Want dit schilderij, Venus de la Villetta, wordt nog geweigerd op de Parijse Salon. Thorn legt de nadruk steeds meer op het lichaam en ook de lust en erotiek die daarmee samengaat. Venus de la Villette is helemaal geen Venus, geen godin. Het is een gewone, naakte vrouw. Het is bloot. Het is te echt, te erotisch en daarom veel te gewaagd. Thorn schildert jarenlang alleen in waterverf. Maar in een vissersdorpje, St. Ives in Engeland, vindt hij de rust om ook te experimenteren met olieverf. En dit portret van zijn vrouw, Emma Thorn, terwijl ze de krant leest, is een van zijn eerste schilderijen. Emma was van goede kom af en daarom een heel goede partner voor Thorn, die meteen ook voor klanten zorgde. Ze is 27 jaar oud, dat is ook op het schilderij geschreven. En zelf vond Emma het helemaal niks dat hij in olieverf ging schilderen. Want zij moest zijn kwasten schoonmaken en het gaat een stuk beter met waterverfpenselen dan in olieverf. Ik hoop dat bezoekers hier het typische Zweedse gevoel in gaan herkennen. Maar ze ook afvragen of dat nou komt omdat Zweden zo goed is weergegeven door Anders Thorn. Of omdat de kracht van kunst zo groot is dat dit soort schilderijen en werken ons beeld van Zweden volledig hebben bepaald.